Zaterdag 22 maart werd in de Stoelenmat voor de derde keer het Irish Folk Festival gehouden. Uit het gehele land en zelfs het buitenland kwamen mensen naar Bergen op Zoom om van deze dag te genieten. Het bier smaakte voortreffelijk, de sfeer was gezellig en de muziek was goed. Genieten van de Ierse muziek en de cultuur. En waarom houdt u daar zo van? Ik heb 16 jaar in Ierland gewoond, dus alles Iers, dat trekt me nog steeds vreselijk aan. Nou, wat heb u op uw t-shirt staan, meneer? Murphy's Irish Town. Laat eens zien. The best town there is, Guinness is for tourists. Murphy's is. Irish Stout, what's that? That's this stuff, but it tastes better than this stuff. Proost! Wat doe jij hier vanmiddag? Ja, genieten van de muziek. Hou je daar heel erg van? Ja. Kom je voor een speciale groep? Nou, niet speciaal, maar ik hou erg van Ierland. Ik ben al 3 keer geweest, dus mijn broer woont er toevallig. Oh, dat is makkelijk. Ja. Vorig jaar had ik maagklachten. Ik heb gewoon de hele avond Irish koffie gedronken. En dan, dat lost eigenlijk alles op, want het is gewoon warm. En het is heerlijk. Het is bastardsuiker, whisky dan, tot aan het randje hier ook. En dan zeg maar, de rest is gewoon warm, hele hete koffie. En dan een toetje slagroom erop met cacaopoeder. Dat is gewoon heel goed voor je maag. Organisator of organisator van dit festival. Hoe verloopt het tot zover? Nou, het verloopt goed. Het is weer net als anders. Het is weer bomvol. We lopen op schema. Artiesten zijn er, die hebben het naar de zin. Het publiek heeft het naar de zin. Dus wat willen we nog meer? Ja, eigenlijk niks, want ik zie dat er volle bak is en een hele gezellige sfeer. Was dat vorig jaar ook zo? Ja, dat is, het is nu de derde keer dat ik dit organiseer. En vanaf de eerste keer is het dus eigenlijk dezelfde formule. En weken van tevoren uitverkocht, volle bak. Mensen komen overal vandaan. De groepen die hier spelen, melden die zichzelf al aan om hier vrijwillig te komen spelen? Of zoek je die echt op? Nou, vrijwillig te komen spelen, dat zou ontzettend leuk zijn. Nee, zo werkt het niet. Zij staan hier echt niet voor niks. Dat kost echt wel een paar centen. Maar het is wel zo dat ik steeds meer verzoeken krijg van groepen die hier graag op dit festival willen verschijnen. Omdat het ook natuurlijk ontzettend veel promotie heeft voor hunzelf. Om wat meer bekend te worden in heel Nederland in één klap. En dat gebeurt op dit festival. De topgroep Dervish bijvoorbeeld, die heb ik speciaal hier naartoe gebracht. Die waren niet op tournee. Het enige wat ze nog doen is morgenavond in Brussel.
En verder treden ze dus niet op. Dus ze komen echt voor dit festival in feite. Volgend jaar staat er weer een festival in de planning? Ja, er staat weer een festival in de planning, omdat de mensen die vragen het gewoon. Ik bedoel, het is, ja, je ziet het hoe groot dat de belangstelling is. En het groeit elk jaar, maar ik kan ze niet bergen. En ze hebben mij al gevraagd, ja, organiseert het dan in een zaal van 2000, 3000 man? Dat doe ik niet, want dan gaat de sfeer verloren. Dit is echt een hele grote Ierse pub waar iedereen weer ontmoet. En het is eigenlijk, niemand is eigenlijk vreemd voor elkaar. Het zijn eigenlijk allemaal vrienden die elkaar nog nooit eerder gezien hebben. Eén grote Ierse familie? Zo zou je het kunnen stellen, ja. For the first time this afternoon, and how did you like it so far? I really enjoyed it. We've been on tour now for the last 4 weeks, and I don't think there was as much adrenaline in any of the gigs as there was this evening. It was great. Really enjoyed it. I think the audience was still a little bit quiet. Do you expect a little bit more fireworks tonight? I don't think they were too quiet. They were fine. They were great, and they'll probably be a little bit looser tonight, and that's fine too. But if they're just like they were today, that's fine. It's grand. You know, you never get tired? We do. Often. Like 2 minutes before we went on stage, we were very tired. But into the first set, you lose that. Today, it was 100% pleasure. Enjoyment. I'm glad. Speak for everyone there. No acting today. Yeah.